Yo guys, let's see. We hebben vandaag een nieuwe video. En vandaag doen we Minecraft UHC, seizoen 1, aflevering 2. Let's go! Oké. We hebben één episode. Ja. Impossible. Oké, misschien wel even langs die. Maar alhoewel, ik wil eigenlijk wel armor hebben. Ah, fuck. Mini-zombie. Nee. Open. Dichter. Oké. Naar die kant gaan we niet. Maar er zit er fucking veel iron. Maar echt niet normaal. Waar is de mini-zombie? Er zit nog 5 in. Waar is de mini-zombie? Ja, die loopt er eigenlijk. Scoort hem. Scoort zo. Ja. Do it quick. Do it quick. Ga het snel halen, oké? Oké. Ik ga even kijken hoe ver dat we staan morgen boven. Dat is goed. Nog 2 dus iron. Je hoort schreeuwen, je weet hoe dat is. En als ik iets vind boven, dan ga ik wat appels proberen verzamelen, want... Oké, ik heb... No offense, we hebben zo'n slechte start genomen. Ja, dat is wel. Ik heb nog nooit zo'n slechte start genomen in UHC, denk ik. Oké, ik heb nog maar één keer UHC gedaan, maar... Pak dat ik het professioneel doe en ik heb al heel vaak UHC. Ik heb niet eens een zwaard. Ik heb wel een zwaard. Ik ben het weer even aan het afsluiten voor die mini-zombie, want ik vertrouw het niet. Oh, we hebben obsidian. We hebben obsidian. We hebben nog geen diamonds, maar okay, we hebben obsidian. Oké, dat is goed. Dat is al iets. Het plan is trouwens van ons om naar de Nether te gaan. Mocht je u afvragen... Gaming Teenager 5 held. Oeh, oké, okay, dat is nice. Ik zie daar een creeper. Het is wel... Oh my god. Oké, okay. We doen het nog goed hoor. Ja, inderdaad. Even niet wat iron droppen, 26. Ah, wacht, ik kan via de waterlift naar boven. Ik ga eerst een iron pickaxe. Ik zal zeggen wanneer de border trouwens dichtbij komt. Oh ja, maar we moeten er nog in. Ja, fucking hell, ik hoor een skeleton. Oh, wacht, ik kan naar daar. Ah, oh, die mini-zombie zit super dicht. Oké, de border komt wel redelijk dichtbij. Oh, maar ja, we moeten normaal... Maar ik ga gewoon blijven zoeken naar appels boven. En vanaf het echt belachelijk dichtbij komt, dan laat ik het weten. Maar ik ga nog terugkeren, hè. Oké, ik zie de skeleton. Maar hij heeft mij niet gezien. Dus niet eromheen. Oh, maar besef, ik kan heel makkelijk doodgaan. Als ik nu iemand tegenkom, dan is het gedaan. Oké, maakt niet uit. Ah, ik hoop echt dat Gaming Teenager en Jobster niet doodgaan. Dat zou zo fucking zonde zijn. Denk, ik ga dit iron nog wat smelten en dan ben ik ook naar boven. Ik heb zo letterlijk 800 saplings. Ik zou niet naar boven gaan. Nee? Alhoewel, misschien wel. Misschien verderop. Ik zeg u, probeer nog zoveel mogelijk te stripminen. Probeer nog zoveel mogelijk te stripminen. En ik zal echt zeggen, kom naar boven. Wanneer het echt te dichtbij komt. Ik denk dat wij helemaal in een hoek zijn gespawnd trouwens. Nee, we zijn toch safe. Je moet iets boven de grond komen. Kunt u de boord... Ah, nee, dat is niet waar. Kunt de boord... We zijn niet... Oké. Dus als we naar links gaan, dan komen we waarschijnlijk... Ik denk altijd dat de boord op mijn 1000 zit, want dat is niet zo. Ik zeg u, Kat, ik heb al zo... Oh, fuck. Skeleton, ik ben hier niet. Ik heb wel sticks. Waarom drop sticks? Dat is impliceert, hè. Soms ben ik zo van, hè. Hoezo is deze future in the game? Ah ja, 1.14. Oké. Okay. Waarom wordt... Als er mijn appel wordt gegund... Oké, wacht, we zitten wel in de hoek. Of er moet iemand zitten. Oké, ik weet niet. Dit is spannend. Ik weet niet waar. Ik vind het... Ja... Ik zie hun nog wel winnen. Ja. Maar het spel is nog niet gespeeld, hè. Dat is zeker waar. Oh, ik besef me nu pas dat we ook nog een koe moeten vinden. Hebben we nog wat? Wow. Ik ben zo'n fucking retard. Waarom ga ik op de leaf springen? Zodat je niet door een random mob wordt getagd, ben je safe. Ja, er zit wel een skeleton op de terugweg. Ja, dat wel, maar... Positief denken. Bijzaak. Ja, dit ziet er niet goed uit. Als er geen ene fucking kut appel wil droppen, dan ga... We hebben nog geen ene gold gevonden, hè, dus... Oké, de border komt heel dichtbij. Ja, oké, komt er. Ik zal zeggen, nee, nog niet terugkomen. Nee. Het gaat nog. Heb jij een koppel gebouwd rond een dingen? Ik heb niks. Alhoewel, waar? Aan het ravijn. Jeet! Oké, 1 appel. Ah. Zal ik nog voor meer gaan, of niet? Probeer, inderdaad. Ik zou graag mijn appel terug willen, die is gedespawned. Oké, okay, ik ga daar niet hele serie over wanken. hele serie over... Denk dat ik nog een nieuwe appel heb. Ik heb wel 21 saplings. Langs links komt de border ook. Maar ik denk beter is als we eerst 100 blokken naar voren minen. En dan 100 naar rechts of zo. En dan boven de grond gaan. Dan gaan we sowieso anders... Ik denk echt dat we dan wel andere spelers gaan tegenkomen. Dat kan niet anders. Maar dan komt er nog geen naar de iron. We hebben nu 27 iron. Nee, we hebben 40 iron. Oké, okay, 40? Ja, 40. En er is nog een smelter. Oké, okay, lekker. Oké. Okay. Oh, wat? Nee. Ik dacht, je neemt taxi, dus de fucking stick. Dus, als we nog 1 eieren meer hebben, kunnen we veel eieren maken. Ik kan eerlijk zijn, het is wel vrij riskant om in een stripmine te blijven. Maar ik wil het risico nemen, dat is de beste manier om aan
Ik moet ja, even ik denk dat ik zo terug ga komen. Ik heb één appel en ik kan eerlijk zijn, ik denk dat die op mij gaan moeten inzetten. Ja, tuurlijk. Ja, ik heb er twee. Oké, dat is genoeg. Dat is genoeg. Ik was bijna twee lava vertrekken trouwens. Want die strip mine komt opeens op lava uit. Een fox! Hey! Een fox! Kom jij eens hier voor de thumbnail? Thumbnail! Oké, wacht, die loopt weg van mij. Fuck. Slaan niet. Oké, wacht. Is dat goed zo? Niet al? Nee, maar ik wou die over de thumbnail. Ja, weet ik wel, maar dan. Oh, dat is toch zelf even stressvol, hè? Oké. Ik kom terug. Ergens moet nog komen, hè, gast? Jobster heeft nog maar 6 HP. Nou ja, maar zoals er gisteren. Belgische Ranger heeft 0, oké. Oh, Gaming Teenager heeft ook. Okay. Wat ben ik toch grappig? Gaming Teenager? 17. Is hij dood? Nee, 17 HP. Huh? Was hij er net niet veel minder? Ja, hij regen. Nu al. Ja, hoezo zelfs? Ik heb net dingen van de Gold, Apple. Oké. Dan zal hij. Ding best is, ik weet niet. We kunnen twee dingen doen. Oftewel, we gewoon Apple wachten tot we in de combat komen. Ik hoor die mini-zombie noten. En I don't like it. Kijk, appeltjes! Heb je eieren meegenomen van die team? Ja, ik heb die meegenomen. Ja. Ik heb armor. Hoeveel heb jij? Ik heb er 40. Oké, geef aan mij, dan maak ik armor. Oh man. I am not ready. Oh man, we hebben heel veel iron. Oké. Waar zit die border? Ja. Of daarnet? Ik zou nu nog 500 blokjes naar echt nog 32 blokjes en dan naar rechts gaan en dan misschien naar boven minen. Ja, ik maar niet meer teruggaan, want dat is niet de moeite. Ja, volgens mij ook niet meer. Want, zeker met de borden. We hebben echt wel. Ah, fucking hell. Ja, ik wil eigenlijk de caves niet. Oké, dat was bijna in de lava geflikkerd. Ja, kijk, Gaming Teenager is nu inderdaad zijn gouden hartjes kwijt. Oh, Gaming Teenager is weer happy verloren, oké. Ja, maar dat komt. Hoort hij het ook? Ah, wacht, ja. Oh, sorry, maat. Ik ben armen voor u vergeten, maar. Het is niet dat ik aan u denk, maar. Eigenlijk niet. Oké. Okay. Zo. Ja, en de zwaarde is misschien ook gaan, hè. Hebben we genoeg voor zwaarden wel? Ah ja, voilà. Oké, lekker. Mooi. Ja, wacht, heb jij nog een ding? Oké, misschien moeten we twee naast elkaar minen. Wacht, ik ga eerst een ding maken. Wacht, we gaan even voorbij. Ik hoor te veel monsters in die cave, dus we gaan niet naar die cave. Mm-hmm, maar even iets op maken. Misschien moeten we zo zigzag minen. Ja. Is dat niet het veiligste? Ja, denk wel. Wacht, hoe start hij? Maar wacht, zijn we naar de juiste kant aan het minen? Maar hoe ga je zigzag? Pak de iron maar mee, want mochten we ooit aan een enchanting komen. Ik heb nu 3 koekjes met me. Vraag me af wat de rest aan het doen is. Ja, same, dat is altijd zo, hè. Maar nu zeker extra hard, vorige keer minder. Mm-hmm. Maar nu zie je ook maar meer, hè. Nu vind ik ook gewoon scary, omdat je... omdat je weet, in Hypixel was die map tief groot, omdat dat met veel te veel man was. Maar nu kun je elk moment elk iemand tegenkomen. Niet speciaal, je kunt echt elk moment tegenkomen. We kunnen zelf iemand zijn cave tegenkomen. Ik heb even mijn stone pickaxe. Dat heb ik wel eens gehad in Hypixel, weet je, dat ik iemand in een cave was tegengekomen. Oh, fuck that. Ik heb geen torch. Okay. Ja, ik heb niet. Ik hoor hier zo constant caves, hè. Ja, gold. Ik ging juist zeggen, waarom vinden we geen gold? Nee, oké, het is... Alsjeblieft 8. Yes! Hoeveel regen dan? Ik denk 6, want de Gaming Teenager is van 6 naar 13 gegaan, hè? Nee, hij was eerst naar 17 gegaan, maar hij is dan weer verloren. Kijk, is er weer 2 verloren. Ah, wel ja, maar dat zijn die gouden hartjes die weggaan aan de tijd, hè? Oh. Hallo. Oké, wacht, ik even stop met uw stuff te stelen. Ja, nee, dat wel, hè. Dat is ondertussen al de 7e crafting table dat ik maak, denk ik. Wacht, ja, waarom zelfs? Ik heb bijna een stack locks, dus dat moet geen probleem zijn. Oh, oké. Moet je voedsel hebben trouwens? Ik ga nu 2... Yes! Ja, nee, het zijn er 2. Wel diamond sword. Maar ja, fuck, ik heb geen tech sword. Hier. Wacht, waar is die andere diamond? Heb jij die? Ja, ik heb hem. Oh. Holy shit, man. Ja. Al meer dan 200.
Oh Is het nog shit. safe, right? Ah, dan moet je. Shout. Moet je niet zeggen. Kijk, hoe kan dat zelfs meer dan 200? Hoe groot is de map dan? Doe maar ik weet zelf ook niet. 500 op 500. Nee, want de map is groter geworden. Ja, ik bedoel. Ja, maar Simon heeft die groter gemaakt, maar ik weet niet hoeveel groter. 1400 op 1400. Dus nu is die gezakt naar. Ik denk dat deze game minder lang gaat duren dan we denken. Oh, fucking wat? Nee, ik heb een cave gevonden. Oké, maar misschien vinden we daar diamonds in. Ja, recht boven. En we hebben armor. Wacht. Ik ga terug voor de dingen, de loot. En misschien ook af en toe eens boven ons kijken dat we daar niks zien. Dit loopt dood. Kunnen we dan nog terug naar de begintrap? Nee. Ik denk dat dat zo goed als helemaal opgeslurpt is door de border. Oké. We hebben echt nog meer gold nodig. Ja. Hier, momenteel is er alleen maar iron. Oké, wacht hè. Moet ik die eten? Ja, doe maar. Nee, eet. Kijk. Yes. Oké, awesome. Oké, we reden dit daar. 16. Ga je nog omhoog? Zie ik? Ja. Nice. Kijk, ik wacht op je om naar boven te gaan. Oké. En dan ben ik straks terug wat geld kwijt. Ik hoor geen mobs. Dus wel jammer dat we dat... safe zijn. Oké, ik kan ook nog wat toosjes maken. Oké. Dit is fucking... Voor deze laat ik hier gewoon staan. Dit is huge. Oké, ik verschiet me dood. Het vliegt erop in zijn bed. Holy man. Ja. Hoor geen mobs, dus ik daar? Denk dat we... Welk niveau zit we? Oké, hier moeten we... Oké, hier is niks, fuck. Andere kant, is daar iets? Momenteel nog niks te zien. Ah, jezus man, die bad. Ah, maar er is wel een cave, oké. Ja, dat is echt huge. Ah, skip. Creeper! Het gaat hier naar beneden, creeper. Het gaat hier naar beneden. Ja, ik kom mee naar jou. Fuck die creeper. Oké. Oh. Oké. Dit is episode 2. Er is al heel veel gebeurd. We hebben een fox gezien. We hebben van alles gezien. Doei!